Voordat de video echt gaat beginnen, laat ik jullie eerst nog een awesome ace zien die ik in een vorig potje had gedaan. Dus ja, geniet van de ace ofzo, what the fuck, ja. Yo mensen, in deze nieuwe video en in deze video speel ik weer Counter-Strike Global Offensive. En ik word hier vies haast gerekt. Natuurlijk moest ik weer een potje joinen dat al bezig is. Ik weet dat ik al een tijd echt niet meer heb geüpload. En er is ook een abonnee weggegaan, ja boeien. Maar kijk, voilà, dat was makkelijk. Kijk, er kwam altijd wel iets tussen. Ik bedoel, dan dan liep de opname weer fout. En als de opname niet fout liep, dan was het wel een ander probleem. Dan had ik weer geen tijd. Dan weet ik veel wat er dan was. En het weer naar rug gepakt worden. Dus ja, ik en mijn ma waren dus naar de solo gegaan. En we gingen een nieuwe jas zoeken. En leuk en wel. En we komen in zo'n winkel binnen. Jack & Jones. Misschien kent je het. Het boeit niet. Maar misschien kent je die winkel. Of je kent die niet. Anyway, maakt niet uit. Maar die verkoper achter de balie leek eerst vriendelijk. Maar die was ook heel altijd vriendelijk. En na een tijd begon ik mijn ma zo'n beetje door te hebben dat hij zo een beetje nepvriendelijk aan het doen was. Een beetje vriendelijk zijn zodat hem beter kon verkopen, begrijpt het? Dat was echt niet normaal na een tijd. En ik zweer het, hij was zo nepvriendelijk. Als je op zijn kop Made in China had geschreven, dat gewoon het plaatje compleet was. Dat was gewoon niet normaal. Dat was gewoon te erg voor woorden. Die kerel, man, ik zweer het. En dat is wel een beetje mijn solo verhaal. Ik heb ook een jas gevonden voor degenen die geïnteresseerd zouden zijn. Ik wil trouwens wel, dank je voor het bonuswapen. Maar ik ben het, we zijn teammates. Jongen, what the fuck. Maar nee, ik heb dus ook nog in de solde, de laatste dag van de solde. Mijn ma kei emotioneel, maar de laatste dag van de solde was. Ik gaf er geen scheid om dat de laatste dag van de solde was. Maar wat ik wel een scheid om gaf. Maar dus in die standaard boekhandel heb ik 2 Star Wars comics gekocht en die speel zich af na de Return of the Jedi. En ja, dat waren gewoon leuke comics. En meer heb ik er eigenlijk niet over te zeggen. En wat een homo. Hier. Man. Oh, get wrecked. Get fucking wrecked. Kijk, dan die ook. Ah. Dat was er vies op. Dat kan niet uit dat ernaast was. Dat is bullshit. Allah, but. Oké. Ja, nevermind dan. Ja. Ja, sorry. Sorry, je blijft echt leuk knijpen. Deagle. En het potje. Oh, ik dacht ik had je een bizar netshot geven op. Maar ja, dit was gewoon een korte video. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden. Doe vast een blauw duimpje. Abonneer of zo. Als je misschien een beetje geïnteresseerd bent. En ja, dan zie ik jullie de volgende keer terug. Tot dan. En ja, nog een leuke dag of zo. Doei.